Hallo mensen van de huis, om snel, we gaan weer verder met de arena run. De arena run. Ja, we gaan weer verder met de arena run. Waarom doe ik het nu? Omdat ik het leuk vind, daarom. Nee, in de hoop dat wij niet weer die irritante andere paladin hebben. Ga weg! Ga weg! Hey, niet doen poes. Boos zit de bloem op te delen. We hebben hem niet, maar Priest heb ik slechte herinneringen aan overgehouden. Bor herinneren. En als u trouwens afvraagt, waarom lag hij zo hard? De stream, op het moment dat je een game hebt begonnen, dat gebeurt altijd in Hearthstone om een of andere reden. Dit is op deze hoge mana kaart in. Maar ik kan met niks spelen. Ik kan spelen. Oh. Oké, nee, dat is te doen. En dan geef ik hem gelijk de turn. Dan gaat hij waarschijnlijk iets gelijk spelen. De meeste mensen doen dat. Dan doen ze de coin. Zoals hij daar doet. En dan brengt hij een minion zelf. Of ja, een Beautiful Brewmaster. Oké, dat is wel iets anders dan ik verwacht had. Oké. Een tijdelijke oplossing. Ik breng een Fossil Grunt meteen het veld op. Het veld, alsof hier het veld zit. Het bord. En hij kiest er meteen voor om een Holy Smite te gebruiken. Dat gaan we een scumbag noemen. Weet ik de Amani Berserk. Blik, wat trouwens alle dingen klik hier, animatie is Ninja Blade Master, oh wow. Ik denk dat ik gewoon de True Silver Champion ga spelen. Hier over 2, krijg 4 damage, maar ik heb zijn board in ieder geval gekleerd. Noem het een beetje op. Kan ik een goede kaart pakken? Iets daar van pas kan komen. Want het zijn heel veel mensen, ook ik, speel allemaal early aggression. Nee. Ik denk dat ik hem gewoon ga straffen voor zijn acties hiervoor. Heel voor 2. Wel aanval 4. En weg is mijn wapen. Maar ja. Work. Ik vraag me af wat hij er tegenover stelt. Hij kiest ervoor om... Oké, de logica is heel goed. Maar hij neemt controle van de mensen dat hij card law kan krijgen. En dan speel ik nu mijn Sunwalker. En dat is iets wat ik leuk vind. Ik kan misschien volgende moeilijk dieren brengen. Of een combinatie die of die. Ja, afhankelijk van wat ik natuurlijk voor card draw. Defender of Artist, dat is echt een hele irritante, bitcherige kaart. Wat ik kan doen is... Dan vervolgens geef ik hem weer aan de Divine Shield met Argent Protector. En dan doe ik Hammer of Wrath op deze guy. Boop. Zo, dan geef ik hem weer nodig. Dat is een redelijk veilige en verstandige play, denk ik. Om te maken.
Ben je nou niet bijvoorbeeld het fijnste zonder Noordjaar Cleric gedaan te hebben? Een Sea Giant? Oké. Ik weet niet wat al die mensen tegenwoordig hebben met Giants en zo. Een Shadow Ward Bane, mijn Argent Protector. Maar daardoor raak ik niet die taal kwijt. Dat is ook wel volgens mij een beetje een misplay. Want ik, ja, zal ik even... Kill die. Kan die spelen? Of kan deze? Dan bijvoorbeeld die niet spelen. Maar dit moet daar. Oh, en nu heb ik ineens een board. Presents, OP. Dus. Mind Control is echt een kaart die is zo frustrerend als maar kan. Hoeveel damage die je maar kan krijgen. Holy shit. Oké. Okay. Zorg er echt voor dat ik niks kan. Oké, ik moet hem aanvallen. En dan finish ik hem op met die zilver en mij. Ik heb zo'n gevoel dat dit niet mijn match wordt. Ook weer niet. Ik heb een slechte morgen. Nou ja. De paladin ook al zo lang niet gespeeld. En priests zijn gewoon irritant. En als er iedereen giants in is gespeeld, kan er niet tegenop. Ik kan het niet finishen. Ik kan die minion niet affinishen. Ik kan deze match niet meer winnen. Surrender. Dat ik niet vrolijk van uiteraard. Nou, zei je. Gaat niet goed. 0-2. Heel veel pech. Dank voor het kijken, dames en heren. Tot de volgende keer. Dan kan je zien of ik nog een herstel wil maken. Hopelijk ooit. En dan hoop ik jullie volgende keer weer te zien voor een nieuwe hardstyle video.